Oké, jongens. Een achterbelgje. Nog een band. Ja, krijg er vandaag niet genoeg van. Denk eraan, jongens, die loodjes gewoon bewaren. En als je ze zelf niet gebruikt, lever ze dan in. Maar ik denk dat je ze zelf gaat gebruiken. Hier hebben wij de beroemde Bridgestone badlaksband met het dual compound. Het zijn op zich leuke banden, het zijn op zich goede betrouwbare banden. Ze hebben alleen één groot probleem. En dat is nou eigenlijk waarvoor die banden gemaakt zijn. Ze hebben het dual compound. Nou, je ziet mij nu, als je die andere filmpjes zag, al gelijk anders reageren met het losdrukken. Even een houtje ertussen zetten. Gaat niet zoals ik dat wil. Kom. Wat ik nu doe is de velg ondersteunen. Zodat hij niet door de band wordt ingedrukt. Dus die velgdruk komt laag. Komt die band omhoog. Dus dat is... En nu blijft die velg van de grond af. Dan druk ik ook echt de band aan. Jezus. Hoppakee. Oh. Nou zie je dus wel... Een kwaliteitband. Ja, maar ik moet wel eerlijk zijn. Het is gewoon een kutband. Maar van alle banden die er verkocht worden. Is het. Ik wist wat. Nou ja, dat maar niet. Is het wel een veilige, betrouwbare band. Alleen de rij-eigenschappen van deze band zijn niet geschikt voor de Silverwing. GL500, GL650. Eigenlijk alles met een ProLink aandrijving. Is dit ruk. En zeker als je veel kilometers, zoals ik in Flevoland, recht uitrijdt, is dit gewoon een kutband. Oei, 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 oei. Wat zeg ik toch allemaal? Ja. Dus laten we duidelijk zijn. De band is heel betrouwbaar. De band heeft ook best wel voor sommige motorfietsmodellen hele goede rij-eigenschappen, maar voor de Silverwing helaas niet. Sorry. En je ziet mij weer op de knietjes werken. Nou hoop ik dat de band zijn eigen werk gaat doen. Deze zijde en die zijde heb ik net een beetje ingevet. En zo. En dan met mijn knieën op de band goed naar binnen drukken en dan komt hij daar omheen. Wat je doet is aan deze zijde de bandrand in de velg drukken, naar binnen toe, dus in het midden van de velg. Dat geeft hier langs ruimte en dan kun je daar de band eromheen wippen. Als je dat niet goed doet, kun je het vergeten. Als je het goed doet, dan merk je dat een klasseband zoals deze, ik ben eigenlijk tegenstander om dat te zeggen, maar het is wel zo, best wel goed eraf krijgt. Maar je moet het allemaal op de juiste manier doen. Deze band heeft een dual compound rubber, dat wil zeggen dat het middendeel harder is dan de buitendelen, dus je hebt meer wegligging. Of grip, sorry, stop woord zocht ik. Meer grip aan de zijkanten van de wang. En in het middendeel, daar is het rubber harder. Dual compound noemen ze dat. Er is alleen één fucking probleem. Op het moment dat de band vlak gaat slijten. En hij loopt hier gekromd. Dan krijg je hier een duidelijke rand aan beide kanten. Voor onze ogen niet waarneembaar. Voor onze handen wel misschien voelbaar. Maar voor de wegligging bij een Silverwing is dat gigantisch waardeloos. Hij gaat namelijk bij spoorvorming er enorm op zoeken. Van het zachte rubber naar het harde. En je weet, een ronding wil altijd naar iets omhoog lopen. Denk maar aan je autoband die een stoeprandje tegenkomt. Die vreet hem erop. Hij drukt hem er niet af. Nee, hij vreet hem erop. Hij gaat altijd op het hoogste punt lopen. Dat is met deze banden net zo. Dus in het midden wordt hij vlak. Gaat hij hier op zoeken. Als hij iets tegenkomt van een ronding in de weg, een randje of dingetje,
Dus deze banden worden erg kwispelend voor de zilvering. Bij nat wegdek verdubbelt dat nog eens een keer. Waarom weet ik niet. En met het voorwiel is het uitermate belabberd. Ik heb geen fijne rijervaringen met die dual compound banden. Achter zou ik hem nog wel kunnen monteren. Maar voor raad ik hem niet aan. Het zijn goede banden qua koordlagen, qua rubberkeuze, qua levensduur, qua veiligheid, qua onbalans. Zijn het goede banden, maar niet geschikt voor de Silverwing of CX. En dan het voorwiel in het bijzonder. Als de banden nieuw zijn, heb je er nog geen probleem van. Maar na 6000 kilometer kan het zijn, en in mijn geval weet ik het zeker, in mijn persoonlijke geval weet ik het zeker, dat ik die band eraf gooi, omdat dat slijtage en het weggedrag heel vervelend gaat worden. En dat vertellen ze je niet. En als je dan ook nog eens een keer, en dat hebben velen, een slecht balhoofdlager hebt, dan word je er niet vrolijk van. Dan heb je bijna een combinatie wat niet meer bestuurbaar is op een natte rotonde. Jij bent angstig, de motorfiets valt naar binnen toe en je krijgt het gevoel dat je omlazert. En als je dan ook nog een keer het gas terugdraait omdat je bang bent, dan heb je alle factoren op een rijtje om je broek vol te schijten. Ik gaf gas bij, dan knikt het wel over en wil het wel. Ja, totdat je op je bek gaat, laten we er eerlijk in zijn, dat wil je niet. Dus die dual compound banden, prima, hartstikke geweldig. Qua technologie, prima. Maar voor onze Silverwing niet zo geschikt. Mijn excuus voor de duidelijke bewoordvoering. Wil je een band hebben die gelijkwaardig is qua koordlagen en qua rubberstructuur in het hele loopvlak, dan is de Maxxis de volgende keuze. En dat is de band die ik aanraad. Deze band is bijna wel twee keer zo duur als de Maxxis. Dus als je deze na 6000 kilometer, 8000 kilometer er toch afgooit omdat hij niet lekker rijdt, ja, gooi dan een Maxxis erop. Die gaat ook 8000 kilometer mee. Ja, nou ja, jammer dan, maar wel een stuk goedkoper. Wil je echt een betere band, maar die monteren wij bijna niet, omdat die band 3 tot 4 keer duurder is dan de Maxxis, is de Michelin High Pilot. Die serie alleen geschikt voor race motorfietsen en niet geschikt voor onze motorfietsen. Maar ik heb die banden een paar keer mogen monteren. Wauw. Als je dat monteert op een velg, voel je de klasse van de band gelijk al. Maar ja, is niet bedoeld voor onze motorfietsen. Dus ja, zeg het maar. Ja, en zo ben ik dus bij Maxxis blijven hangen. En Maxxis is voor mij op dit moment de juiste keuze. Nogmaals, er kunnen best andere banden zijn die beter zijn. Ja, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen, maar de technologie van een band van 40 jaar geleden is niet meer hetzelfde als van nu. Dus eigenlijk zijn alle goedkope banden die er een beetje leuk uitzien al beter dan waar het toen de tijd mee afgeleverd is. Ja, dan is de keuze maken van welke band wil je erop hebben. Zelfs die Chinese goedkope kutzooi is al beter dan van toen de tijd. Realiseer je dat wel? En mijn keuze is het ook om de band niet op te rijden, op tijd te vervangen. Je hebt er veel meer plezier van. Een beetje profiel en een beetje ronding geeft heel veel klasse terug. Nou, nu moeten we deze er nog even afhalen. Je ziet dat die los zit. Maar ja, van het domme gelul word je ook niet wijzer. En je voelt er hier al gelijk aan. Nee, zit niet goed. Nu wel. Je ziet dat ik er aandacht aan besteed. Snap je ook waarom ik met een rubberhamer sla? Die rubberhamer gaat prima. En als je met de stalen hamer één keer op de velg slaat, heb je een deuk erin, ga je vloeken en schelden. En met de rubberhamer heb je wat massa in handen en een grote raakoppervlak. Die band sla je er wel af. Nou, deze band gaat ook de vuilnisbak in. Goed, dat was hem weer. Bedankt voor het kijken. Hoi hoi.